Om de gezondheidszorg in Suriname naar een hoger niveau te tillen, heeft de Huisartsenpost Nederland in samenwerking met het Sint-Vincentius Ziekenhuis een huisartsen-spoedpost Paramaribo HASP opgericht. HASP is een dochteronderneming van de Huisartsenpost Nederland en is bedoeld om kwalitatieve en efficiënte zorg te geven en bereikbaar te zijn voor iedere Surinamer. Jason van Genderen, algemeen directeur van het Sint-Vincentius Ziekenhuis, zegt dat de nieuwe huisartsen spoedpost niet te verwarren valt met een spoedeisende hulp, maar slechts geldt ter verruiming van de dienstverlening naar de samenleving toe. Met de huisartsen spoedpost willen wij in feite de druk van de patiënten, let wel, de patiënten die niet SIH-behoeftig zijn, die druk willen wij dus gaan we proberen af te nemen. Kijk, we willen natuurlijk de mensen in eerste instantie in de omgeving, Noord en omgeving en Paramaribo van dienst zijn. Maar natuurlijk kunnen er ook mensen van andere wijken naar ons toestappen. Jurgen heeft aangegeven dat wij met het nieuw systeem beginnen waarbij er in feite eerst gebeld wordt naar het nummer 124. Maar natuurlijk houden we wel rekening met walk-ins die natuurlijk binnen kunnen komen. Kijk, de gezondheidszorg die staat niet stil. Je gaat moeten inspelen op elke situatie. En het kan ook soms zijn dat het heel moeilijk wordt. Belangrijk is dat de huisartsenspoedpost dusdanig is ingericht om acute situaties wel te stabiliseren en als nodig gelijk naar het AZP, naar de SEH van het Academisch Ziekenhuis te transporteren. Het is belangrijk dat elke burger de zorg kan krijgen die zij verdient. Daarom zal de focus worden gericht op het continu onderhouden van een goede relatie met de nodige actoren. We hadden het in het verleden wel en natuurlijk zijn er door bepaalde omstandigheden waren we toen genoodzaakt te stoppen. Maar we hopen met dit nieuw systeem eigenlijk de trend te gaan zetten voor huisartsenspoedzorg in Suriname. Toch? Er wordt natuurlijk samengewerkt met alle huisartsenspoedposten. Er is goed gecommuniceerd naar onze partners in de gezondheidszorg, onze collega's ziekenhuizen, het ministerie van Volksgezondheid en ook de overige partners. En we hopen hiermee de dienstverlening in eerste instantie natuurlijk naar de patiënt toe te verruimen en ook te vergemakkelijken, maar aan de andere kant ook de patiënt goed van dienst te zijn met kwalitatieve spoedzorg. De nieuwe huisartsenpost is op elke doordeweekse dag open van 5:00 in de middag tot en met 7:00 's morgens de volgende dag. In het weekend zijn ze 1x24 uur open.